Als eerste ga je naar internet en dan ga je naar getkahoot.com. Normaal gesproken speel je de Kahoot op kahoot.it, maar via getkahoot.com kun je inloggen en kun je je eigen Kahoot maken. Je klikt op sign in, daar vul je normaliter, ik zal er eventjes uitgaan, normaliter je gebruikersnaam en wachtwoord in, BBL onderbouw. Je logt in en heb je een aantal opties. Je kunt een quiz maken, een discussie aanklikken of een survey maken, een onderzoekje. Zodra je op quiz klikt, krijg je de mogelijkheden om een titel in te voeren voor jouw quiz. In dit geval noem ik hem eventjes test. Je kunt een uitgebreide omschrijving geven. Dit is een test. Ik wil niet dat hij zichtbaar is voor iedereen, alleen voor mezelf. En ik wil ook eventjes dat hij in het Nederlands staat, mocht ik hem later willen delen met andere Nederlandstaligen. En het is voor een school. Dat zijn een beetje de belangrijkste opties. Je kunt ook nog aangeven waar je bepaalde informatie vandaan hebt gehaald. Dus in dit geval niet van toepassing. En je kunt, als je het leuk vindt, een introductievideo erin plaatsen. Bijvoorbeeld iets van SchoolTV of iets, in dit geval van YouTube staat er onderin. Dat zie je dan van tevoren. En naar aanleiding van die video zou je vragen kunnen stellen, maar het kan ook eventjes een stukje voorkennis activeren zijn. Je kunt een plaatje erin slepen of erin zetten. Als ik erop klik, dan krijg ik mogelijkheden om te kiezen uit mijn eigen stukken. Je kunt ook gewoon naar je bureaublad gaan, plaatje aanklikken, ingedrukt houden en erheen slepen. Dan zet hij het plaatje erin. Nou, als ik nu klaar ben, ik heb ingevuld hoe mijn testje heet en mijn beschrijving gegeven, dan kan ik op OK Go klikken en dan zie ik gelijk dat hier Add Question staat, vraag toevoegen. Bijvoorbeeld, wat is de hoofdstad van Nederland? Dan heb ik een aantal opties. Ik begin natuurlijk met Rotterdam. Oh, met een hoofdletter Rotterdam. Het tweede antwoord zou Den Haag kunnen zijn. Utrecht is een kanshebber. En ook Amsterdam natuurlijk. Nou, laat ik voor het gemak maar even het juiste antwoord aanklikken. Ik vind 20 seconden wat lang voor deze vraag. Ik wil dat leerlingen hier maximaal 10 seconden over na kunnen denken. Je zou hem zelfs nog op 5 seconden kunnen zetten. Ik zou hem ook op 120 seconden kunnen zetten als het bijvoorbeeld een hele lastige reken- of wiskundeopgave is. Punten toekennen, yes. Je kan hem ook op nee zetten. Yes is leuk, want dan kunnen ze punten verdienen en dan heb je een winnaar eruit. Ik zou nog een plaatje van Nederland erbij kunnen zetten. Dat doe ik in dit geval niet, maakt het heel makkelijk. Ik klik op Next. Hij slaat de vraag op. En vervolgens kan ik gelijk een nieuwe vraag toe gaan voegen. Hallo. Antwoord toevoegen. Bla bla. Bla bla bla. Nou, dit is weer het juiste antwoord. Je mag ook antwoordmogelijkheden, bijvoorbeeld een ja, nee, juist, onjuist vraag. Er zijn altijd twee antwoorden natuurlijk minimaal nodig. Je kunt de antwoord 3 en 4 eraan toevoegen. Nou, klik erop next en zo heb ik twee vraagjes staan. Op het moment dat ik denk van nou, dit moet toch wat korter. Ik vind dat een antwoord waarin je alleen uit ja of nee kan kiezen, 5 seconden bedenktijd heeft. Vind ik de vraag niet goed, nou het is niet eens een vraag, dan kan ik er ook nog op klikken. Wil je de tweede vraag weggooien? Ja hoor. En ik kan hem ook nog aanpassen. Wat is de hoofdstad van Nederland? Nou, van Zuid-Holland kan ik er nog van maken. Nou, ik laat Nederland lekker staan. Ik bedenk me toch. Next. Nou, het is een quiz geworden van één vraag. Ik sla hem op en vervolgens kan ik kiezen of aanpassen, of gelijk bekijken, of spelen. Nou, ik ben voor nu eventjes klaar. Ik wil nog laten zien waar die terecht komt. Hij staat in My Kahoots. Linksbovenaan kun je erop klikken. En dan zie je dat er al een aantal testjes inmiddels in staan. Ik kan ook nog in deze pagina kijken wat mijn favorieten zijn. Nou, ik heb geen favorieten, maar er is er wel eentje gedeeld met mij. Bijvoorbeeld door Raoul Wiekeraad. Nieuw Nederlands 5e editie. 1 basiskader hoofdstuk 1 afsluitingstoets. Die kan ik spelen. En net als degene die door mij gemaakt zijn, hoef ik alleen maar op play te drukken en vervolgens te zeggen, hey, ik wil hem klassiek spelen, 1 tegen 1, bijvoorbeeld vanaf hun eigen telefoon, of team tegen team als je tablets hebt of laptops in de klas, waarbij je met meer mensen tegelijkertijd achter een computer of tablet kan zitten. Nou, ik wil hem klassiek spelen. Ik wacht eventjes tot hij er is.
Leerlingen gaan naar kahoot.it. Daar voeren ze de code in. In dit geval 375628. En zodra alle leerlingen zichzelf hebben aangemeld. Dat kun je zien hier. Bij nu staan er 0 players. Klik je op start. En dan gaat het spelletje aan de slag. Of dan gaat het spelletje van start. Gezellig muziekje altijd op de achtergrond. Ik wil toch niet doen. Klik de pagina weg en dan kom ik gewoon zelf weer hier terug. Mocht ik nou een hele goede hebben gemaakt en in de BBL-site gemaakt, dan zou je ook nog kunnen zeggen, ik wil deze pagina of deze test wil ik delen, share. En je klikt aan met wie je hem wil delen. Nou, ik deel hem eventjes met mezelf. Roel Wiekeraad, want die ken ik toevallig, share. En vervolgens krijgt mijn account dan een mailtje of een appje in de Kahoot-omgeving van, joh, er is een testje met je gedeeld. En die kun je dan nu zelf ook spelen. Handig als je een eigen account hebt. Op deze manier kun je ook onderdelen van je eigen account natuurlijk delen met Kahoot zelf. Nou, zo maak je een Kahoot. Succes allemaal!